Hallo mensen, kijk eens naast wie ik zit. Niemand minder dan Frederik Frederik de de Groot. Groot. Ja. Frederik de Groot, nou Ja. ja, misschien de jongeren onder ons weten het niet zo goed, maar Nou, heel Frederik. misschien Sinterklaasfilms nog speel ik. De Sinterklaasfilms, die hebben we nou alweer gehad. Speel ik inspecteur Jankers. Dus kleine kinderen, mijn kleinzoon van 5,5, die kijkt dan nu na en die kent mij dus nog wel van de film en de televisie. Dus dat, ja. Oké. Maar verder is het inderdaad heel lang geleden. Ik televisie deed de fabriek. Nou, dan ben je echt 180 jaar oud. En Bureau Kruislaan en Unit 13 en dat soort dingen. En ja, dat ben ik. En hoe ben jij in het vak gerold als acteur? Ik ben in gewoon heel simpel. Ik kon niks. Ik was niet goed op school. Mijn moeder maakte zich vreselijk ongerust. Ik had op de werkplaats kindergemeenschap, de Kees Boekschool, voor sommige mensen die dat nog wat zeggen, had ik een beetje leuk toneel gespeeld. Met een van mijn beste vrienden heb ik Elkerliek gespeeld. Dat is een heel moeilijk oud-Nederlands, middel-Nederlands stuk. En toen kon ik helemaal niks. Ik was nergens goed voor. Ik heb mijn eindexamen niet gehad. Eén grote puinhoop. En toen ben ik naar de Arnhemse toneelschool gegaan. Daar ben ik meteen van afgegooid. Omdat wegens gebrek aan talent. Daar ben ik nog 3 maanden in militaire dienst geweest. S5 werd ook helemaal niks. En toen heb ik uiteindelijk wel 4 jaar de toneelschool in Amsterdam afgemaakt. En was het makkelijk om daarna werk te vinden? Of, want... Nee, werk vinden blijft nog steeds, vind ik altijd. Ik denk dat ongeveer 4% van alle mensen die in acteren doen, daar echt de hele dag voor kunnen leven. En het ene script naar het andere krijgen. En het ene toneelstuk, de ene rol naar de andere krijgen aangeboden. Maar de meeste mensen hebben dat niet. Dus ik heb het ze nu dan heel erg moeilijk gehad in de WW gezeten. En het moeilijk gehad met mezelf. En misschien wel mijn grootste omkering kwam na televisie dingen doen en zo. Dat ik met mijn huidige vrouw Marja ben ik begonnen een eigen gezelschap en dat heet Living Productions. En toen zijn we begonnen met bekende toneelstukken, bijvoorbeeld Who's Afraid of Virginia Woolf, om dat te gaan spelen in huiskamers, letterlijk van Jakarta tot en met Texel, van Texel tot en met weet ik wat allemaal. En dat was fantastisch, eigen bedrijf. Ik ben communicatietrainer geworden, want ik had geen geld, dus zo ging goed, ik kan wel interessant gaan zitten doen. Dus dat ging allemaal heel moeizaam, maar daar hebben we heel veel werk. Ik heb heel veel toneelstukken geschreven. En, oh, dat vind ik wel leuk om te vertellen, ik heb het wel neergelegd. Hier is een cadeautje voor jou. Oh, wat lief. Dat is een boek. Dat is een boekje, dat heet Groots Acteren. Heeft mijn vrouw bedacht, die titel slaat op mijn achternaam. Groots Acteren. Oh, wat leuk, dankjewel. Dat is een boekje over acteren, waarbij ik beweer dat je met 3 wetmatigheden... eigenlijk de basisbeginselen van koken, maar in dit geval acteren, kunt begrijpen en doen. Waarbij ik er gelijk bij zeg dat een boekje is niet acteren zelf. Dus met andere woorden, een kookboek is niet de soep zelf. Mm-hmm. Dus dat gezegd hebbende en nou ja, ik heb heel veel dingen gedaan en dingen geschreven en... Wat schreef je dan? Nou ja, toneelstukken. Ik heb niet zo lang geleden een toneelstuk geschreven waar ik heel trots op was, over een meisje wat nu alweer 10 jaar geleden in Hoorn is op gruwelijke wijze is vermoord. Daar heb ik een toneelstuk over geschreven. Heftig. Is uitgevoerd, ja, heel heftig. Oh, in de Park Schouwburg in Hoorn. En nou ja, zo ben ik bezig en ik geef training, ik geef les, maar ik speel elke jaar, speel ik met Kerstmis, speel ik Scrooge. Daar ben je nu ook dus mee bezig. Ik ben nu aan het repeteren om over een week beginnen we met Scrooge, met 2 muzici. En dan speel ik de hele Scrooge verhaal, dus een Christmas Carol van Dickens. Speel ik helemaal alleen met mezelf. Dat wil zeggen, dat vind ik vanzelf een heel leuk concept, is dat ik het vertel vanuit Scrooge zelf, vanuit het karakter zelf. Dus Scrooge vertelt zijn eigen levensverhaal. Net zoals je in een verleden bij de AA zit, bij wijze van spreken. Want Scrooge is een beetje verslaafd aan geld. En nou is hij afgekikt van geld, hij is bekeerd, hij is tot inkeer gekomen en zo speel ik het. Eigenlijk begin ik elke voorstelling weer met van oké, het is de dag voor kerst. Het is de dag dat ik ga weer mijn alcoholisch verleden ga ik zitten vertellen. En dat doe ik met 2 fantastische mensen, Saskia van der Hal die ze fluit en Hans Bakker die doet gitaar en dat spelen we elk jaar. En dat heb je ook zelf geschreven, dat Scrooge, nou, dat hij vanuit zichzelf... Dat wil zeggen, dat je hebt u Dickens, hè, Christmas Carol, dus die heeft het wel toch echt bedacht en geschreven en het verhaal bedacht en zijn wereldhit, toch, dat hele verhaal. Iedereen doet het, iedereen maakt het, maar ik heb dan de
bewerking. Ik heb wel zelf op het idee gekomen om het vanuit Scrooge... Ja, dat bedoel ik. Dat klopt. Helemaal goed. Helemaal goed. Dus dat boekje, dat krijg je cadeau voor mij. Nou, het enige eis die ik heb, ik Marja, zeg het even bedankt. In de camera, dat het, u mag het niet binnenkort op Marktplaats terugvinden. Dat die dame zegt van... Nee. Jullie zijn getuigen? Zijn getuigen. Ja. Nou ja, en dat vind ik ook leuk om te vertellen, is dat wat voor mij een enorm... Ik ben nu echt een hartstikke oud, niet ter dagen zat, maar wat heel erg misschien wel de belangrijkste gebeurtenis is in mijn leven, los van... drie fantastische kinderen die ik heb en een gelukkig huwelijk, is dat ik 3 jaar geleden ben ik tot het christelijk geloof gekomen. Dus ik heb Christus letterlijk omarmd, of hij mij, dat weet ik niet, ik weet niet wie wat doet. En dat heeft mijn leven erg veranderd, dus ik hou ook zo nu dan wel eens een preek, of ik bemoedig mensen, of ik coach mensen. En je hebt ook een kerk hier? Er is een kerk in dit gebouw, ja. Dante 16, dat is in Horen zijn we nu, en hier beneden zit een evangelische kerk. En dat is mijn, tussen aanhalingstekens, mijn kerk. En de dominee die zit hier koffie te drinken vlak, Geert Oosterhuis, die zit hier vlak om de hoek, maar die mag niet meedoen met dit interview. Nee, want die zit niet in de film. Nee. Je moet met de film mee, alles met film. Maar voordat ik alleen maar over mezelf praat en over Christus en over het geloof, wat het mooiste wat er is. Maar ik heb iets anders, een vraag. Ik begrijp van jou, dat vind ik wel erg leuk om te weten, ook omdat ik veel les geef. Jij wil of bent nu actrice. Ja. En hoe gaat dat? Het gaat gestaagd, het gaat moeilijk, maar ik geef niet op. Maar ik kies ook voor mezelf. Dus ik sla gewoon heel veel rollen af. Ik kies voor mezelf. Ja, je kijkt in de camera en dan zeg je, ik kies voor mezelf. Ja, dat is gewoon, ik zit mijn schaduw heel het hier, hè. Zie je dat? Kijk eens hier, lekker even een microfoontje. Ja. Moedervlek. Maar wat ik daarmee zeg is ben je van... Ben echt actrice die dat onmiddellijk ziet? Dat is wel gevoelig. Goed, ijdelheid, ik heb geen tijd. Ja, maar ook voor de okay. Mensen. Dus nee, dan gaan ze naar mij kijken, wat hebben ze nou op de kin? In plaats van naar jou luisteren. Het gaat gestaag. Ja, nou ja, in ieder geval, ik wil niet getypecast worden. Dus dat betekent dat ik ben niet zo'n diva omdat ik per se de hoofdrol wil. Maar het mag een bijrol zijn. Soms kan een bijrol nog belangrijker zijn eigenlijk dan de hoofdrol of heel essentieel. Ja. Maar het moet niet een standaard saai, net als moeder. Ik ben moeder, ja, ik ben moeder. Maar ik ben thuis ook geen saai moeder, dus dat wil ik niet ook gaan spelen. Mm. Of weer een schoonmaakster of een pakjesbezorger of dat soort dingen. Je wil een echte rol van een vrouw van vlees en bloed. Juist. En wat vind je makkelijk aan acteren? Nou, ik acteer echt vanuit mijn emotie, vanuit mijn gevoel. Dus ik ben dan ook die persoon, of ik voel die persoon, zeg maar. Dus om het echt over te laten komen. En hoe heet het? Ik heb liever dat mensen mij, want heel veel acteurs, ook gewoon zeg maar de B-klasse, zeg maar, waar ik nog in zit, die doen alles. Die doen inderdaad de idioterie, of omdat ze even in beeld kunnen zijn of een rolletje hebben. Ik heb liever dat mensen mij minder goed zien. Of minder vaak zien, dan als ze me zien, al is het maar één keer per jaar, dat ze denken, wauw. Okay. Want ik heb in een Belgische bioscoop veel meegedaan. Ja. Helaas is dat uitgeknipt. Moest dat uitknippen. Ik moest een zigeunermoeder spelen die de kind was net doodgereden. Zo. En als ik huil ik echt. Dus gewoon, zij was ook helemaal onder de indruk. Ja, dat flippen voor mij, dat uitgeknipt is. Ze moest kiezen. Als, wow. Ja, dat is heel veel moeite. Maar dat is misschien 3 minuten dat ik dan in beeld maar zou komen. Maar dat fragment kun je dus vragen aan de filmproducent. Dan kun je dat op YouTube zetten. En dat wordt 20.000 keer geliked. Dat gaat naar Amerika. Dat wordt 200 miljoen keer geliked. En dan zegt meneer Trump, die zegt... Ja, maar ik wil niks met hem te maken hebben. Oh, jammer. Dan wacht ik wel tot hij weer 4 jaar... Eruit. Knippen. Nee, geef niet. Wat vind je moeilijk aan acteren? Of is het allemaal makkelijk? Nou, dat je zo te koop... Oh, kijk mij. Oh, neem mij. En ik ben nee, zo leuk. Tijdens het acteren. Tijdens het acteren? Ik vind alles makkelijk eigenlijk. Nee, ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar het is meer... Waar ik ook ben, ik ben mijzelf. Al ben ik bij de koningin, al ben ik... Ik ben mezelf. Ik ben echt mezelf. Sommige mensen geloven dat niet. Of die denken van, zo, wat stelt ze zich aan? Of, tuurlijk ben ik, als ik enthousiast ben, ook drukker en dit en dat. Maar ik heb wel, als ik iemand een beetje goed ken, om dan wel dat uit te schakelen van, oh nee, dat is niet die persoon waar ik mee vrienden ben. Dat is nu een andere persoon waar ik nee, maar als je dan een rol speelt, dan ben je niet jezelf. Dan speel je iemand in
Ja, maar wel vanuit mezelf. Oké, okay, vanuit jezelf. Ja. Stel je voor dat ik die in die juist situatie beleef. Juist, juist. Anders kan ik het niet voelen. Je ervaart van, stel je voor dat ik nu een kind verlies door een auto-ongeluk. Dan ga je huilen en dan kan je de woorden zeggen en dan kan je de dialoog met mensen worden. Mooi is dat. Maar ik heb geen dialoog gehad. Ik heb met echt mijn gevoel echt gewoon... En dan was het van kat, weet je. En dan stond ik nog... omdat ik echt verdriet heb. Ik ben echt... Het is niet techniek van... Oh, ik ga nu een beetje dit doen en ik ga naar mijn dode hond denken. Nee, dus dan kan ik het ook niet zomaar weer uitschakelen. En dan kwamen de figuranten naar me toe. Oh, is alles oké? Okay? Is alles oké? Okay? Dus ik zit nog even in mijn rol. Dus, okay. Ja. Okay. Ja, dat is wel jammer. Nou ja, dan moeten we toch zorgen dat je dan binnenkort echt in een mooie rol te zien bent. Dus dat is wel een mooi moment voor een casting director om te zeggen, dan halen we die meneer De Groot, halen we van de beeld af, blijft dat er weten bij. We nu. Nee, maar dan gaan we jou casten, daar gaat het toch ja. om. Ja, nou, ik ben ook heel brutaal, niet dat ding weer. Ik had laatst Roel Reijnen gesproken, die had ik geïnterviewd. Mm-hmm. En dan vraag ik gewoon, ga je mij casten? En wat hoor ik vaak dan? Ja, castingbureaus en dan zeggen ze, ik dan sta ik ingeschreven. Dan zie je ook, ja, ik sta. Als ik nou aan jou vraag, hè, van, dan stap ik even uit beeld en ik vraag aan jou of je kan huilen in een situatie. Kan je dat dan bedenken? Kan je dat dan doen? Ja, zeker nu deze situatie, waar ik nu in zit, is dat helemaal niet zo moeilijk dan. Dan ga ik even uit beeld en dan zeg ik action. En dan, wat voor vrouw speel je dan? Die huilt om wat? Mag jij zeggen? Jij bent de casting director? Ik ben de casting director. Nou, je bent voor de allergrootste mooie rol van... Je lijkt een heel klein beetje op Maria Callas. Dat is een mooie compliment. Ja? Nou, en die hoort dat de man is weggelopen. En die gaat met mevrouw Onassis, weet je wat? Jack Lee Kennedy mm-hmm. en zo. En je bent alleen thuis en je raakt je stem kwijt en je kan niet meer optreden en je bent je man kwijt. Zullen we dat doen? Ja, is goed. Okay. Dus ik zeg dan, de scène begint en je mag tekst zeggen wat je wil en ik zeg action. Ik ben niet alleen hem kwijt. Maar ook mijn inkomen. Mijn stem. Hou maar door. Geen tekst. Carrière is voorbij. Je bent helemaal alleen. Helemaal alleen, niemand, ik ken je niet. Je zit in een Parijs appartement, peperduur, er is niemand meer. Kat, zie je, mooi, zie je? Ja. Kijk in de camera. Zo, en nou zijn we klaar ermee. Je hebt het mooi gedaan. En dit was het interview. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Applaus.